Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. U staat op mij te wachten, begrijp ik. Jazeker. Dan gaan we een leuk gesprek houden. Ik verheug me erop. Ik ook. Goedemiddag dames en heren, we zijn hier weer in het kader van de Hoede aan de Rand. We zijn hier op een hele bijzondere plaats. Zoals u weet is mijn naam Benno Kroeze. En wat is uw naam? Mijn naam is Ritsert Hoekstra. En wat is uw functie hier? Waar zijn we hier? U bent nu in Bezel, in Rijkel om precies te zijn. En daar huist de Stichting Vergeten Groenten. En daar ben ik sinds heel kort voorzitter van het bestuur. En wat houdt dat in? Wat moet u allemaal voor werkzaamheden doen? Nou, ik hoef niet zoveel werkzaamheden te doen. Ik hou bijvoorbeeld een interview met u. Ik zie toe op de werkzaamheden. Maar ik werk ook heel veel mee in de tuin. Dat is een van de grootste genoegens. Nou, dat klinkt goed. Ja. En ik begreep dat uw partner hier ook bij betrokken is. Ja, en dat is maar goed ook. Want ik kan u vertellen dat ik dan weliswaar voorzitter ben. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van vergeten groenten. Maar wel, waar wel van dan? Ach, van dingen wat regelen. Van mensen heb ik ook wel wat verstand. En daarom hebben ze mij ook gevraagd. Ik was in een vorig leven was ik conservator van een museum. Nu is die tuin natuurlijk geen museum, want die verandert het hele jaar door. Hij sterft af elk jaar en hij bloeit elk jaar weer op. En dat heb je met een collectie kunst natuurlijk niet. Nee. Maar het moet wel verzorgd worden. Nou, en het verzorgen van deze tuinen, dat is een grote klus die gedaan wordt door vrijwilligers. En dat moet allemaal geregeld worden. Ja, ja, op die vrijwilligers komen we straks nog terug. Kunt u eens een voorbeeld geven van vergeten groenten? Vergeten groenten, een hele bekende, die is dus eigenlijk niet meer vergeten, dat is de pastinaak. De pastinaak is weer populair geworden, maar het is een wortelachtig product die een beetje naar de aardappel toe gaat, maar daar eigenlijk niets mee te maken heeft. Dat is een typische vergeten groente die dus sinds een jaar of 10, 15 weer heel gewoon is geworden. Ik hoorde dat hier ook de paarse worstel is uit Afghanistan. Ja, dat klopt. Weet je, met die wortelen is het zo van dat daar nu heel veel verschillende soorten van zijn. Maar de oorspronkelijke is inderdaad uit het verre Afghanistan. Zoals veel groenten trouwens uit het Middellandse zeegebied en Midden-Azië komen. Ik zag ook Grieks en Romeins achtergronden van gewassen. Ja, weet je, om weer een hele gewone te noemen, de sla bijvoorbeeld is een gewas wat door de eeuwen heen in Europa is grootgebracht. En het werd werd oorspronkelijk door de Romeinen hier naar binnen gebracht. De term sla komt dus van het verbasterde sal. Salsa, dat wil zeggen zout. De groente werd in zout bewaard. En het is dat is dus een typisch Romeinse groente. Want ik begreep ook dat de aardappel, die komt uit Zuid-Amerika, hè? Ja. Dat weten veel mensen niet, omdat het al zo'n ingeburgerd iets is. Ja. Dat valt niet onder de vergeten groente, hè, de aardappel. Nee, maar aardappelen. Aardappelen zijn er in tientallen, ik heb zelfs begrepen, 100 verschillende soorten. Zo. Waarvan de meest bekende is de bintje. Ja. Die is gewoon gekweekt en een aardappel is makkelijk te kweken en weer te variëren. En dat is dus ook met de oorspronkelijke aardappel gebeurd. Wist u hoe de naam bintje, waar die vandaan komt? Ja, dat weet ik sinds ik ook de rondleidingen van mijn echtgenoot volg. Oh, vertel eens. En dat is heel grappig. Bintje is de naam van een klein meisje uit de klas van de meester. Precies. En de meester had als hobby, gewoon aardappels kweken en variëren. Dat is dus een geweldig iets dat onderwijzers naast de les aan de kinderen ook dit soort prachtige hobby's hebben.
Ik begreep dat er topchefs zijn in diverse keukens die nu weer gaan experimenteren met vergeten groentes. Hè? Ja, ik moet dan de pluim op de hoed steken van Jacques Nijskens. Dus ja, kunt u iets over hem vertellen? Nou, hij is, dus, dat, ik hoop niet dat Jacques kwaad gaat worden dat ik zomaar iets over hem vertel. Maar Jacques is een boerenzoon die hier is geboren. Gewoon op deze grond, in deze gebouwen. En zijn vader had op het laatst een varkenshouderij. Waarschijnlijk daarvoor een groot gemengd bedrijf, zoals hier veel boeren in de omgeving. En Jacques had daar geen zin in. Maar die dacht, ik wil wel in het boerenbedrijf blijven. En deze man is toch wat dat betreft echt een echte ondernemer. En, en iemand die op nieuwe ideeën komt. En die heeft dus gezegd, ik wil dat de groenten die we eigenlijk zijn vergeten, en vandaar dus de term vergeten, dat we die weer gaan proeven. Want dat is heerlijk. En dat is ook heel mooi en het is heel gevarieerd. En vooral ook als je die zelf kweekt, is die buitengewoon smakelijk. En zo is het begonnen en Jacques is degene dus die dit echt gepromoot heeft. Hoe lang geleden ongeveer? Nou, ik denk dat hij daar een dikke 20 jaar geleden mee begon. En hij is beroemd geworden juist ook door zijn kookworkshops. En daarna door zijn adviezen voor de aanleg van tuinen. Zo heeft hij bijvoorbeeld, als ik niet ga jokken, ik denk toch dat hij het beroemde One, dus het restaurant One, heeft geadviseerd voor de aanleg van een tuin. Maar ook voor over het maken van bijzondere recepten met die vergeten groenten. En dus het begint er inderdaad in te komen. Meneer Hoekstra, ik vond het een interessant gesprek. We gaan dadelijk nog met mevrouw Jolanda aan de praat. Is er iets niet aan bod gekomen of hebt u uw ei kunnen leggen? Nou, ik ben natuurlijk geen kip, dus ik leg geen eieren. Maar er valt zoveel te vertellen, maar dat ga ik niet doen. Want één ding weet ik dus, heb ik al gezegd, weet ik niet zoveel van af. En daar moet wel heel veel over verteld worden. Dat is namelijk de aarde hier en de bloemenpracht en de prachtige variëteit aan verschillende groentes die we hier hebben. Goeiedag, ik had al gezegd dat ik Benno Kroeze ben. Wie bent u? Ik ben Jolanda van der Rotten. En hoe lang bent u hier al tätig, zeggen de Duitsers? Dit is mijn 11e seizoen als vrijwilliger. En nog steeds even enthousiast? Ja. Ja, nog steeds even enthousiast. En wat doet u allemaal? Ik ben begonnen met rondleidingen geven. En ik heb ook meegeholpen in de kookstudio's bij Jacques, met de kookworkshops. Ik heb groenten meegeholpen met groentepakketten maken. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar gedaan. En nu ben ik secretaris penningmeester ook nog eens erbij. Oké, u bent van de centen. Ja. En gaat het goed met met de stichting? Ja, dankzij onze oude voorzitter. Die heeft de productietuin aan de overkant. En er worden heel veel groenten aan de weg verkocht. Dus we hebben fijne reserve opgebouwd. Goed zo. En hoeveel uur per week steekt u erin? Inmiddels sinds april, ik denk wel 16 uur per week. Zo, dus 2 hele dagen. Ja. Ja, verdeeld over verschillende... Nee, goed. Ja. Maar u vindt het nog steeds leuk, blijkbaar. Ja. Ja. Kunt u wat zeggen wat we hier zien staan? Ja, dit is de warmoes, snijbiet, oftewel warmoes. En, kunt u er eentje uitdoen? Nou, ik kan hem afpakken. Dus je snijdt dit snij je af. Ga het niet doen, want het is zonde. En dan groeit de plant weer aan. Maar u kunt niet laten zien hoe die eruit ziet? Dit is wat je nu ziet. De snijbiet heeft geen knol, dus die groeit boven de grond. Oh, dus de bladeren eet je? De bladeren eet je, ja. Die worden gestoofd. Dat is het verschil. Dus wel familie van de andere, van de biet. Maar de snijbiet heeft dus geen knol. En dit is ook een vergeten groente? Ja, het heet ook wel warmoes. En de Warmoesstraat in Amsterdam... Ja, de Warmoesstraat? Ja, is genoemd naar de warmoezenier, want dat is een groenteteler. Oh. Dus in de Warmoesstraat werd vroeger groente geteeld. Het was interessant, die vorige groente. En waar staan we hierbij? Ja, hier staan we bij de wortelen. Die kent iedereen natuurlijk. Ja, maar dit is een speciale kleur, hè? Ja, de paarse wortel is oorspronkelijke kleur, maar... Niet alleen paars, er waren ook witte wortelen. Er waren paarse wortelen die wit of oranje zijn van binnen. En naar de hand
zijn oranje wortelen pas vanaf 1650 geteeld in opdracht van Willem van Oranje. Oh, ja, dat omdat is oranje wortelen ook wat zoeter zijn, dat vond hij lekker. En de kleur van het koningshuis is natuurlijk oranje. Maar dit zijn de paarse. Nou, een paar doe ik eruit, hè. Nou, eentje is goed. Ja, maar dat gaat dat we niet kunnen zien. En die kan ik ze even doorsnijden. En dan zie je dat die paars is? Ja, nou, de buitenkant is paars en de binnenkant is oranje. Oh ja, ik zie de paarse kleur al. Ja. Smaken ze ook anders als de oranje wortel? Ja, ja, zeker. Er zit zeker kleur, smaakverschil in. Ook in de witte, we hebben ook witte wortelen en gele wortelen. En die smaken binnen allemaal anders. Binnen oranje, buiten blauw. Waar staan we hierbij? Nou, dit zijn dus de pastinaken. Tenminste, het groen van de pastinaken. Kunt u er eentje uitdoen? Ja. Ik wil nog even vertellen, het is familie van de selderij, dat is wel te zien. En de pastinaak is dus, wordt al veel eerder dan de aardappel gegeten. En maak je hem ook klaar als aardappels? Nee, eigenlijk als wortels. Maar je kunt er een soepje mee maken of een pureetje of frituren. Heel veelzijdig. Ja, en heel lekker. Deze is toevallig wat ronder. Er zijn ook rassen die zijn wat mooier van vorm. En waar smaakt het naar pastinaak? Ja, het is een beetje zoetig. Oh. Ja. Had u nog voorkeuren tussen de vergeten groenten of? Ja, de pastinaak vind ik lekkerder dan de wortel. Ja. En van de bietjes vind ik de gele biet heel lekker. En wat hebben we nog wat ik lekker vind? Nieuw-Zeelandse spinazie. Komen we daar nog langs? Nee, zo ver gaan we niet. Die staat helemaal in het begin. En wat staat hier? Ja, dit is dus ook een echt vergeten groente die bijna niemand kent. Het eeuwige moos. En waarom heet het eeuwige moos? Nou, moos is dus kool, hè? Het is een koolsoort. En deze koolsoort kun je hele jaar door eten. Hij schiet niet in het zaad. Dus hij vermeerdert zich niet via zaad. Dus je kunt er het hele jaar door van eten. En dit hebt niet veel eeuwig moos, hè? Nou, dit zijn stekken van de moederplanten. Oh. Dus we hebben een paar moederplanten. Daar kun je ongeveer 4 jaar van oogsten. En dan maak je weer nieuwe met uitlopers of via stekken. Ik begrijp het. En wat staat hier naast, mevrouw? Nou, dit zijn de schorseneren. Die zijn wel bekend, hè? Die zijn bekend, ja. Die zitten dus ook onder de grond. Zwarte, kunt u er eentje uithalen? Ja. Ja, daar komt er een. Oeh, ja, kijk. Daar zijn ze. Ze zijn nog een beetje klein, maar kijk, zwarte wortels met aan de binnenkant wit. Het wordt ook wel arme luis asperge genoemd. Ja, daar moest ik aan denken. Of keukenmeidenverdriet. Keukenmeidenverdriet, een prachtig. Omdat je er ontzettend zwarte handen van krijgt als je ze schoonmaakt. Oh, en dat vond maar ze de smaken heel lekker. Leuk, het is, het lijkt een beetje op asperges. Ja. Ja. Dit lijken wel koolsoorten. Wat hebt u hier staan? Ja, we hebben hier verschillende koolsoorten staan en met name een aantal bladkolen. Wij kennen voornamelijk de sluitkolen, hè, de rode kool. Dit zijn bladkolen, hierachter staat, die kennen we nog wel, de boerenkool. Want de bladkolen krijgen niet een bol, nee, maar nee. Die, daar moet je echt van de losse bladeren hebben. Ja, klopt. En dit is bijvoorbeeld een mergkool, dat is ook een ouderwetse ras, omdat die van die dikke nerven heeft. Ja. En dit is een Italiaanse ras, Cavolo Nero, oftewel zo, dat een palmkool, zwarte kool. Ja. En je eet de bladeren, dan snijd je de nerven eruit en dan heb je een heerlijke koolsmaak. Deze is heel mooi zacht van smaak. En dit is bijvoorbeeld bladbroccoli, dat kennen de mensen ook niet. Dus dat smaakt als broccoli, alleen komen er geen bloemknoppen in. We zijn hier bij de bonen, zelfs het heilige boontje. U hebt hier een hele bak met boontjes, prachtig. Wat een variëteit. En kunt u iets over het heilige boontje vertellen? Ja, dit is het heilige boontje. Ja. Het heeft ook wel de naam monstransboontje of soldatenboontje. En waarom monstransboontje? Ja, dat zal ik even uitleggen. Graag. In Geleen was er een priester tijdens de beeldenstorm, die wilde zijn kerkschatten beschermen. Dus die begroef zijn monstrans op een akker en daar plantte die bonen op. En het jaar daarna ging hij de bonen oogsten en toen stond er op elke boon een monstrans. Of een engeltje, kan je er ook wonder, in zien. Ja. Een wonder! Geweldig! En als je hem zo houdt, andersom, even kijken, dan is het een
een beetje ouderwets helmpje van een soldaat. Oh, zo ja. Ja? Wat grappig, leuk. Dus dit zijn de heilige boontjes, verschillende soorten. Yin-yang boontjes, citroenboontjes. Dit noemen we boerentenen. Dat zijn grote witte bonen. Mm-hmm. De pronkbonen, de borlotti's bonen zitten erbij. De wieringer, dat is ook een hele bekende boon. Goeiedag. Goeiedag. Ik had mij zelf al voorgesteld, maar wie bent u? Ik ben Henk Cox. En wat doet u hier? Ik ben hier vrijwilliger, sinds een aantal maanden. En, vindt u het leuk om te doen? Geweldig. Wat zijn uw werkzaamheden? Voornamelijk de tuin bijhouden. Dus onkruid weghalen, de bloemen verzorgen dat ze blijven bloeien. Mm-hmm. En dat soort werkzaamheden. En wat voor schuurtje is dit hier? Ja, dit is een... dit is een schuur waar van alles in bewaard wordt, maar het verwijst een beetje naar Hans en Grietje. Maar Ton is de man die hier heel veel doet in de productietuin. En Mariet heeft de leiding hier over de groentetuin. Oh, leuk. Dus iedereen heeft een aparte tuin. Ja. En ik begreep dat jullie nog meer vrijwilligers kunnen gebruiken. Ja. Doe u maar een oproep. Nou, bij deze dan. Het is geweldig om hier te werken. Mij is het heel goed bevallen. Je kunt hier op allerlei gebieden ingezet worden. Niet alleen in de tuin, maar ook bij het helpen van het maken van jam. Bij de verzorging van het terras, de bediening. Op allerlei gebieden zijn er werkzaamheden. In de productietuin kan mee geholpen worden. Het verpakken van de groenten die aan de weg verkocht worden. Daar is eigenlijk geen werk. Iedereen is welkom en daar is wel werk voor. Ik dacht dat u ook nog bestuursleden zocht als stichting. Maar u hebt ook een oproep aan vrijwilligers. Ja, nieuwe bestuursleden en vrijwilligers kunnen zich melden via de stichting vergetengroenten.nl. Nou, ik hoop dat uw oproep veel succes heeft. Nou, meneer Hoekstra, ik vond het een heel interessant verhaal. En ik hoop dat u heel wat vrijwilligers krijgt en nog heel veel succes met uw werkzaamheden als voorzitter. Ja. Hartelijk dank. U ook dank en ik hoop dat u genoten heeft. Ja, met volle teugen. Dank u wel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linzen Veiligheid.